Ja, Nathan, je bent bijna aan het einde van je tweede seizoen weer terug in Rotterdamse dienst. Terug bij de club waar het veel allemaal begon. Hoe is het om nu al bijna weer 2 jaar terug te zijn? Ja, ik kan me nog een interview herinneren aan het begin van het seizoen in 2019. Ja, waarin ik aangaf dat ik heel blij was weer om thuis te komen. En ja, die 2 jaar zijn gevlogen. Er is natuurlijk onwijs veel gebeurd in die 2 jaar. Als we kijken natuurlijk naar het coronavirus en hoe we dat hebben moeten managen met z'n allen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik hartstikke blij ben met hoe we dat gedaan hebben. Ik ben in een warm bad gekomen met uiteraard een fantastische ploeg waar ik trainer van heb mogen zijn. We hebben ons kunnen meten met de top van Nederland. En een hele goede staf waarin ik heb mee mogen samenwerken. Ja, en het is niet alleen maar dat je terug bij de club bent, maar je bent ook weer terug in de regio. Ja. Toch weer een flinke omslag lijkt me, gezien het feit dat je in Limburg natuurlijk lang gewoond hebt en dat het gewoon weer een verandering in je leven is. Ja, en dat gaat eigenlijk best snel. Je zou van tevoren zeggen dat je daar wel wat tijd voor nodig hebt, maar als je al zo snel weer werkzaam bent bij de club en je komt weer thuis in Berkel en mijn ouders wonen dichtbij en mijn schoonouders en je merkt dat je klein in het goed hebt, dan, dan gaat het zo snel. En voel je eigenlijk alweer heel snel thuis. Het voelde echt wel weer als een warm bad, want dat kan je van tevoren verwachten, hè? Maar dan moet het ook maar waargemaakt worden. Ja, zeker. En dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Het was natuurlijk voor mij toch alweer een tijdje geleden. Ik denk dat ik 2 jaar MPV, 5 jaar Odyssee, dan 7 jaar geleden. Maar goed, ik heb wel altijd contact gehouden met de mensen binnen Sparta. Dus het zou wel heel gek zijn als dat opeens een ander gevoel zou opleveren. En je begon weer bij de onder 15 toen je binnenkwam, nu de onder 16. Ja. Hoe waren er ook die 2 jaar met het team? Want je hebt dan het team waarschijnlijk een beetje meegenomen ook naar dit jaar. Ja. Hoe was dat? Ja, dat zijn twee, iedereen die het gevolgd heeft, dat zijn natuurlijk 2 hele mooie seizoenen voor ons geweest. Niet alleen maar in resultaat, maar ook in ontwikkeling. Een ploeg met enorm veel potentieel. Je ziet nu door het wegvallen van onder 17 dat we van een aantal jongens wel afscheid hebben moeten nemen. Dat is voor een staf ook niet heel erg makkelijk, maar ja, het hoort er eenmaal bij. En we hebben natuurlijk geweldige wedstrijden kunnen spelen. Wat ik net al aangaf, we hebben ons kunnen meten met de top van Nederland. Dat is super knap als Sparta zijnde. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ hebben we gewoon fantastische resultaten geboekt. En je hebt jongens echt daadwerkelijk beter zien worden. En daar ben ik heel trots op. Maar wat ik altijd al aangeef, het is aan de jongens. En wij zijn degene die water aangeven. Maar dat is echt wel een hele mooie 2 jaar geweest. Ja, en het mooie is dat je ook gewoon nog blijft. Dat vinden we denk ik als alle Spartanen zijn heel erg fijn. Ja. Voor jou ook weer leuk om nog een tijd langer bij de jeugdopleiding rond te blijven lopen. Ja, absoluut. En dit is mijn thuis. En het was wel heel erg mooi, want je hebt natuurlijk in januari heb je je functioneringsgesprek met je leidinggevende. En dan heb je het vooral over de inhoud. Je hebt het niet eens meer over de duur van je contract of dat je wel überhaupt blijft. Als die werkethiek zo hoog is en je voelt je fijn, je voelt je thuis, dan krijg je daar ook heel veel energie van. En dan maken we daarin wel een andere keus. Maar het voelt voor mij nog steeds hetzelfde omdat je onderdeel blijft van Sparta. Ja, inderdaad. Je hebt het over een andere keuze. Je bent nu trainer van onder 16. Ja. Volgend jaar wordt dat trainer onder 9 met coördinator onderbouw erbij. Ja. Een hele andere route die je voor jezelf hebt uitgestippeld. Ja. Maar wel een mooie, denk ik. Ja, fantastische route. Ik ben natuurlijk werkzaam bij de KVB als ambassadeur voor het pupillenvoetbal. En ook in januari bij die functioneringsgesprekken heb ik bij Piotr en bij Dolf aangegeven dat ik dat graag zou willen doen. En het is natuurlijk geweldig dat de club daarin meedenkt. En ik denk dat het hartstikke goed is dat ik nu die stap maak. Ja, dus al met al blij dat je terug in Rotterdam bent. Ja, die cirkel. Die is wel een klein beetje rond. Alleen, je gaat door bij de club, dus die cirkel gaat door. Ja, ja. De cirkel blijft rond. Hij blijft rond. En we gaan met z'n allen weer mooie stapjes maken. Een mooie cirkel omhoog. Geweldig zoals het nu gaat en ik kijk heel erg uit. Ik denk misschien wel een mooie afsluiting. Ik kijk heel erg uit naar volgend seizoen en naar die samenwerking met al die trainers die weer nieuw komen en de stappen die we daarin willen gaan maken.